Dankzij een klein lage drukgebiedje boven de Noordzee hebben we boven het land, met name vanochtend, vrij veel bewolking. De dikkere plukken boven de Noordzee dat zijn de pittere buien, maar ook boven land komen verspreid een aantal lichte buitjes voor. In het noordoosten van het land daar is het aanvankelijk droog. Op sommige plaatsen kan ook mist voorkomen, maar verder is het op veel plaatsen tamelijk bewolkt en nevelig, met verspreid dus een aantal buien. Vanmiddag wordt het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen droog en dan breekt, breekt ook de zon vaker door. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 8 tot 10 graden en daarbij waait een meest matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond en ook vannacht dan wordt het uiteindelijk droog en in de brede opklaringen kan de temperatuur dalen tot onder het vriespunt en is er kans op mist. Onder de bewolking is het een stuk minder koud. Morgen blijft het overal droog, is er weinig wind, meestal zwak tot matig uit het zuiden en de temperatuur loopt opnieuw op naar zo'n 8 tot op de warmste plaatsen, 10 graden als de zon flink doorbreekt. Maandag in de loop van de dag dan neemt de bewolking toe en valt er van het westen uiteindelijk op steeds meer plaatsen regen. Dinsdag en woensdag dan valt er op de meeste plaatsen een enkele bui, maar het is er wel af en toe ruimte voor de zon. De nachten worden minder koud, de maxima liggen rond een graad of 7. Mijn naam is Wilfred Jansen en ik wens u nog een fijne dag.